Dat zal de wethouder ook vinden. En volgens mij moet ze dan maar eens even flink op tafel slaan. En of ze nou de tafel door midden slaat bij open of slor, dat zal mij een zorg wezen. Als wij maar gewoon die uitzendingen kunnen maken. Hallo, ik ben Margot en welkom bij Cineac Noords. Allereerst een mededeling. Het is nog niet duidelijk of deze uitzending wordt uitgezonden op tv, omdat Sloor vorige week de stekker eruit heeft getrokken. We gaan nu kijken naar een interview met onze directeur Wim Nottrot over deze situatie. Nou, we kijken nu naar het beeld van Rotterdam TV, waar Cineac TV al 13 jaar op uitzendt. Zoals jullie kunnen lezen, is de licentie naar Stichting Open gegaan. Maar goed, sinds gisteren is dit beeld te zien op Rotterdam TV. Maar hoe zit het nou, Wim? Nou, totaal onverwachts heeft gisteren de Sloor besloten om te stoppen met uitzenden. Zij zeggen dat tot eind februari hadden ze de vergunning om uit te zenden, daarna niet. En komt er een nieuwe club. Ik had begrepen dat die club heel geleidelijk daarin zou groeien. En dat op de een of andere manier daar de moed van de gemeenteraad. En dat op de een of andere manier dat van de ene club naar de andere zou gaan. Maar nu is ineens club 1 gestopt en club 2 nog niet klaar. En, ja, maar waarom hebben ze dat al eerder kenbaar gemaakt? Nee, helemaal niet. We hebben woensdag een brief gehad dat ze na zaten te denken over wat ze zouden gaan doen. En donderdag hebben ze de stekker eruit getrokken, zou je kunnen zeggen. Zonder kennisgeving. Ik heb er verder niks van gehoord. Ik hoorde van een collega van een andere instelling. Je hebt allemaal clubjes die maken tv-programma's. Hè. Wij zijn Cineac TV verreweg de grootste. Dan heb je bijvoorbeeld Guno hier. Die is van Nelon TV. Ja. Nou, die maakt ook altijd programma's. Christelijke programma's maken wij. Ja. En dan, op een gegeven moment, net wat Wim zegt. Het kan niet zo doorgaan dat op een gegeven moment je plotseling maak je televisie aan en geen programma. Nee. Dus ja, zonder te laten weten. Nee. Ja, zonder het te laten weten. En zoals Guno zo zijn er wel tientallen kleine zenders. Kleine zenders. Die ook programma's maken. En is wel lastig voor de kijkers en ook voor de mensen die programma's maken. Want misschien hebben ze een speciaal programma gemaakt en op een gegeven moment heb je geen programma. Nee, precies. En mensen kijken, ze komen kijken om dat speciaal programma te kijken en ze zien niks. Nee. Dus ik vind het niet handig dat het zo is gebeurd. Ja, maar wat nu? Want ik maak natuurlijk zelf ook Cineac Noord wekelijks. Moet ik daar nou mee doorgaan of niet? Nou, we laten ons niet kisten door die gasten. Kom op, zeg. We gaan gewoon door met programma's maken. Alleen, je weet niet zeker of ze uitgezonden... Ik bedoel, we gaan ze ooit wel uitzenden. Maar voorlopig gaan we in ieder geval via internet gaan we door met uitzenden. Cineac TV heeft aan de wethouder gevraagd, wethouder Laan... van grijp alsjeblieft in en regel dit. Want wij willen in ieder geval gewoon de rest van het jaar... willen we gewoon zorgen dat er goede uitzendingen zijn. En ja, ondertussen heb ik geen idee. Wat mij betreft is het gewoon maandag allemaal geregeld. Ik vind dit zo flauw. Heb je al iets gehoord of zo van de gemeente? Ik heb nog niks gehoord. Nee, ik begreep wel dat mensen van GroenLinks bezig zijn om het uit te zoeken. En die wilden vragen gaan stellen. En er zijn allemaal commissies waar ze dan over gaan praten. Maar kijk, wij hebben helemaal niks te maken met die zender. Hè? Ja. Behalve dat we ervoor betalen om daar zendtijd te kopen. We krijgen natuurlijk ook subsidie voor. Dat ze tenminste voorwaarden dat we uitzenden op dat het uitgezonden wordt. Ja, zeker. Maar het is gewoon, wij betalen ervoor. En het is net als bij andere mensen, als je de kraan opendraait, weet je, dan komt er water uit. En op een dag doe je de kraan open, komt er helemaal niks uit. Weet je? Wat moet je dan doen? Nou, daar zitten wij nu een beetje in. Nou, als nou maandag geen uitzending zijn, wat dan? Ja, dan even kijken, wat kunnen we doen? Dan gaan we protesteren. Ja, actie voeren. Misschien moeten we wel actie voeren. Dan, je kan van alles bedenken. Maar ik weet het niet. Ik ga er gewoon eigenlijk vanuit dat het snel weer voor elkaar komt. En anders dan, kijk, er zijn in Rotterdam elke dag tientallen omroepen. En ik zal echt niet zeggen dat iedereen nou van die geweldige programma's maakt. Maar die mensen doen wel allemaal hun best. Tientallen omroepen, honderden mensen die gewoon dag in dag uit met camera's in de weer zijn. Uren zitten te monteren.
En dan komt 's avonds dat programmaatje. En soms kijken er misschien, weet ik veel, misschien maar 1000 mensen. Of die kijken dan naar hoe Guno een filmpje heeft gemaakt van iemand die bezeten was door de duivel. Kan me niet schelen waar het over gaat. Maar er zijn honderden mensen zijn daarmee bezig. En het is gewoon een schande. En die zijn allemaal de dupe. Het is gewoon een schande dat het gewoon nu niet door kan gaan, die uitzendingen. Dus dat moet gewoon heel snel hersteld worden. En dat zal de wethouder ook vinden. En volgens mij moet ze dan maar eens even flink op tafel slaan. En of ze nou de tafel door midden slaat bij open of Sloor, dat zal mij een zorg wezen. Als wij maar gewoon die uitzendingen kunnen maken. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Bij Resto van Harte was het Vrouwendag. We zijn vandaag bij Resto van Harte. Vandaag is een speciale dag, want het is Vrouwendag natuurlijk. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Vandaag is het inderdaad een speciale samenwerking van eigenlijk Stichting Welzijn Noord, Stichting Noord Plus en Resto van Harte vanwege inderdaad de Internationale Vrouwendag, de 100 jaar bestaan ook. En het staat in teken van economische zelfstandigheid. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen eigenlijk? Wij zijn altijd bezig met binding met de wijk. Van Harte Resto werkt altijd samen met ons. En met Noord Plus werken wij bij Agnes Buurt en Oude Noorden. Heel belangrijk, wij zijn allemaal één. Ook als we verschillen, wij hebben allemaal zelf inspiratie, zelf ambitie. Wij zijn allemaal vrouwen van Rotterdam, Oude Noorden. Goed, nou is het Vrouwendag, maar Resto van Harte doet eigenlijk altijd thema's, toch? Ja, dat klopt. We zijn altijd in de Mozaïek open op maandag en vrijdag. En daar hebben we sowieso altijd eten. En daar kunnen mensen op reserveren. En dan doen we ook altijd tussendoor proberen we wat activiteiten te doen. Met Noord Plus hebben we altijd laatste vrijdag van de maand doen we gezamenlijk een activiteit. Met Latifa doen we met Welzijn Noord heel vaak een activiteit. En ja, nu viel Internationale Vrouwendag daarin. En daar gaan we een mooie combinatie van modeshow, diner. We krijgen nog bezoek van de wethouder, mevrouw Lauwers. Mevrouw Lauwers, welkom in Noord. Wat vindt u van het Vrouwendag? Ik vind het geweldig dat dit soort activiteiten plaatsvinden. En er zeggen wel eens mensen, het is toch niet meer nodig Vrouwendag, maar het is nog steeds nodig. Want het is nog steeds zo dat heel veel talenten van vrouwen onderbenut blijven. Ja. En gaat u ook nog een toespraakje houden? Ik mag zo ook nog een paar dingen zeggen, maar dat ga ik natuurlijk niet te lang doen. Want mensen willen vooral met elkaar in gesprek. En dat is ook zo belangrijk aan Resto van Harte. In die combinatie met Noord Plus, met andere organisaties. Het gaat over echt ontmoeten en kijken wat je voor elkaar kan betekenen. En daarom is vanavond zo belangrijk dat vooral mensen met elkaar in gesprek zijn. En wethouders die mooie toespraken houden, die moeten vooral niet te lang praten. Goedenavond dames. Goedenavond. Ik zie jullie met prachtige hoedjes op. Heeft dat een betekenis vandaag? Jazeker. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij lid zijn van de Red Hat Society. Dat is een wereldwijde organisatie waarbij, we hebben eigenlijk als slogan genomen make fun after 50. Dus wat wij doen is, wij zijn allemaal 50 plus en we zien elkaar een paar keer per maand om dan leuke dingen te gaan doen. En een van de leuke dingen is dus nu vanavond bij Resto van Harte een soort van integratie te hebben met alle dames die hier ook zijn. En wat vinden jullie eigenlijk van Vrouwendag? Nou, dat is natuurlijk heel fantastisch, want Vrouwendag heeft alles te maken met gelijkheid. En dat we daar inmiddels een Wereldvrouwendag voor hebben. Ja, nou is het inderdaad al zo'n 100 jaar Vrouwendag. Wat is nou nog belangrijk om dat nog steeds te vieren, zeg maar? Dat is met name wat ik ook zelfs tegen mijn eigen vriendinnen en wat ik eigenlijk alle vrouwen zeggen in mijn omgeving is van nou waardeer inderdaad als je in Nederland woont dat je hier je rechten en die vrijheden hebt die je misschien anders in de wereld als vrouw zijnde niet hebt. En nou nog een extra dagje om extra te genieten als vrouw zijnde. Maar mannen mogen dit ook niet vergeten worden, want emancipatie is eigenlijk iets wat zowel voor mannen als vrouwen belangrijk is. Jij als enige man, hoe kijk jij tegen de emancipatie aan? Denk je dat dat al oké is in Nederland? Of kan er nog wel wat gebeuren? Ja, ik denk dat er sowieso, dat in Nederland wel, als je vergelijkt, als je kijkt naar landen als India en wat daar gebeurt op dingen, dan denk ik dat er in Nederland dat we ver vooruit lopen. Maar ik denk dat er sowieso nog wel. Het kan altijd misschien nog wel beter, maar ja, dat is een kwestie van achter de voordeur kijken bij mensen. En dat kunnen wij niet, denk ik. Dus, maar ik denk dat we in Nederland goed op weg zijn. En zeker
Zeker hier in het restaurant, als je kijkt dat we 110 vrouwen vandaag hebben. En dat hadden er makkelijk 180 kunnen zijn. Ik heb heel veel mensen weg moeten sturen. Dus dat gaat goed. En je ziet dat iedereen zit door elkaar. En dat vind ik heel mooi om te zien. Als man zijn ook. Ja. Goedenavond, ik heb even een vraagje. Wat vind je nou van Vrouwendag? Van heel leuk. Vandaag de hele dag is Vrouwendag voor mij. En wat is, u bent vanmorgen al begonnen? Vandaag is wij gaan naar het stadhuis. Eerste stadhuis ook vieren. Meer dan 200 of 300 mensen. Daar ook heel gezellig. Leuk. Lekker koffie drinken, thee. En lekker gezellig. En dansen, Afrikaanse dansen. Afrikaanse culturen dansen. Ik, mooi. En dat hebben jullie zelf ook Afrikaans gedanst? Nee, Afrikaans zelf. Oh, jullie... Zelf, nee, alleen bij ze kijken. Wat willen jullie de vrouwen in Noord meegeven? Wij willen aan de vrouwen meegeven dat ieder vrouw is bijzonder. Ieder vrouw heeft eigen kracht, ieder vrouw heeft eigen talent en die moet zij gebruiken. Blijf jezelf ontwikkelen en geloof inderdaad in je eigen kracht en, nou ja, in je zelfvertrouwen. En als een uitsmijter de man? Wees trots op jezelf en geloof in jezelf. Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is en zeker op deze Vrouwendag. En dan gaan we nu over naar Elmar met zijn straatpraat over de crisis. Welkom weer bij Straatpraat. Deze week zijn we op het Udokiaplein en we willen wel eens wat van de mensen weten hoe zij denken over de crisis. Heeft u een beetje last van de crisis? Nou, ik merk het wel, ja. Ik merk zeker wel, zeker met de belasting. Werd er verteld van we gaan er allemaal op een stukje op vooruit, maar ik ben er €100 op achteruit gegaan. En als ik mensen spreek, dan hoor ik er wel van ja, met de belasting teruggaven is het minder geworden. Dus ja, voorop uit gegaan, nee, dat niet. En met het werk, lange werken, maar wel geld inleveren. Dus ja, per maand scheelt dat toch ook ja, €150. Dat merk je echt wel. Nee hoor, helemaal niet. Nee. Toch wel een beetje. Dus ik moet fietsen in plaats van met de tram, dus je toch. Natuurlijk. Zoals iedereen. Mensen die het ontkennen, die spreken geen waarheid. Nee, helemaal niet. Eerlijk gezegd. Helemaal niet. Wat voelt u dan zoal van de crisis bij uzelf? Geld meer in je portemonnee. Derde van de derde week, kloot al. Hebben jullie nog een beetje last van de crisis? Ja. Ja. Veel mensen worden ontslagen. Veel mensen worden ontslagen omdat ze nog meer geld willen verdienen. Ja. Heeft u nog last van de crisis? Dat heeft iedereen toch? Ik heb helemaal geen last van de crisis. Jij wel. Heb jij nog last van de crisis? Nou ja. Hebben wij last van de crisis? Ja, niet echt eigenlijk op dit moment. Ik studeer gewoon dus, en ik heb een bijbaantje en dat gaat prima op dit moment. Ik kan gewoon rondkomen wel. Heeft u nog last van de crisis? Nee, ja, ik ben student, dus voor mij loopt de beurs nu in elk geval nog door. Misschien wordt die op een gegeven moment afgeschaft, maar ik heb er niet echt last van. Nee, niet zo erg. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. En waarom niet? Ik kom elke maand wel gewoon uit met mijn geld. Het is niet zo dat ik tekort kom, om het zo maar te zeggen. Maar nu woon ik nog thuis, hoor, dus dan heb ik het nog goed voor elkaar. Als ik op mezelf zou wonen, dan... Zou ik wel tegen dingen aanlopen, ja. Heeft u zelf nog een paar tips aan de kijkers van Cineac om de crisis een beetje door te komen? Nou, als ze voor mij een paar tips hebben, ik heb er echt geen tips. Ja, ik zou zeggen, ja, je moet toch gewoon je boodschappen doen en ja, toch een beetje opletten. Maar ja, als het niet laat rollen, dan komen we nooit uit de crisis. Dus eigenlijk zou ik het toch een beetje moeten laten rollen, hoe moeilijk het ook is. Ja. Hamsteren. Zorgen dat je niet ontslagen wordt? Nee, ik weet niet. Inbinden. We zijn nog steeds stinkend rijk. Niet te veel geld uitgeven aan onzin. Dus je weet toch, gewoon sparen. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Consuminderen, hè? Hoe heet het tegenwoordig? Maar ja, dan ga je de economie weer belasten, want die groeit niet. Maar de vraag is altijd of de economische groei wel zo goed is voor het land. Het is heel lastig als je er zelf niet zoveel last van hebt, terwijl er mensen zijn die wel veel last van hebben. Dus ik denk dat daar goed naar gekeken moet worden, dat de mensen die weinig hebben wat meer krijgen en de mensen die meer hebben wat weinig, wat minder. En ook in gaan leveren, lijkt me niet zo'n probleem. Niet veel geld lenen aan andere landen. Dat is een hele goeie. Heb je nog meer tips voor de kijkers?
Nee. Heb jij misschien nog tips voor de kijkers? Ja, geen geld geven. Gewoon je best blijven doen en voor de rest zou ik het ook niet weten. Heb je nog een paar goede tips voor onze kijkers om de crisis een beetje door te komen? Nou, ik zou zeggen juist dat iedereen niet te voorzichtig moet doen, want we moeten wel de economie draaien houden. Dus iedereen juist ook wel op de centen letten natuurlijk, maar ook juist wel dingen kopen die nodig zijn. En niet per se alles uit gaan stellen waardoor er helemaal erg wordt. Nou, ik heb geen tips helaas. Geen tips? Nee, helaas. Nou, wij gaan altijd eerst de Aldi in, kijken hoe duur het daar is en daarna naar de Albert Heijn. En als het dan goedkoper is, gaan we nog een keertje naar de Aldi. Dus zo doen wij het. Maar ja, dat is misschien meer iets voor studenten, dat weet ik niet. Ja, maak er het beste van. Dat is het enige wat ik zou kunnen zeggen. Jullie komen op voor de arbeiders. Een hele goede dag. We zijn weer terug met het programma Op de Koffie van Cineac TV. En ik ben natuurlijk Margot. En wij gaan op bezoek bij Jewouda, als het goed is. Want het ziet er wel echt ziekte friemel uit. Met mooie glas-in-lood raampjes. Dus ik ben benieuwd wat voor een geluid deze bel ook gaat maken. Hij gaat. Ja, er komt iemand aan. Ah, het is nog vroeg natuurlijk. We zijn er ook vroeg bij vandaag. Er gebeurt nog steeds niks, maar de deur is misschien wel op slot gegaan. Niet van het slot, maar op slot gegaan. Dat denk ik. Dat is erg. Volgens mij is de deur op slot gegaan. Ik hoor wat. Goedemorgen meneer, wij zijn van Cineac TV en wij komen onverwacht op de koffie. Ja echt? Wauw. Dank u wel, wat leuk. Wat gezellig. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook nog niet. Nou, we zijn eigenlijk het programma van Cineac TV en het programma heet Op de Koffie. En dan zijn we op zoek naar de verhalen van de mensen achter de voordeuren. En ja, ik ben benieuwd eigenlijk bij wie ik ben beland vandaag. Gerry en Gera Dijkman. Heerlijk. En u heeft een geweldig huis zo te zien waar ik doorheen liep, alvast. En wat heeft u voor uw pensioen eigenlijk gedaan? Ik was werkzaam in het onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs. Tot 2002. Dus ik ben al 11 jaar, en trouwens mijn vrouw ook, we zijn al 11 jaar gepensioneerd. En wat deed u in het onderwijs? Als laatste was ik directeur van de vakschool culinair hier in Rotterdam. Dus horeca, toerisme, broodbanket, slagerij, nou, noemt u maar op. En welke school was dat dan waar u werkte? Hier, als laatste was het een onderdeel van ROC Zatkin Culinair. Dus een scholengemeenschap. Ja, ja. Ja. En heeft u dat... Trouwens nu voor. Waarom? Ik schaam me niet voor wat ik gedaan heb, maar wat ze gedaan hebben met datgene wat ik achtergelaten heb. Dat ze het volledig aan de knoppen geholpen hebben. Hoezo dan? Wat is er gebeurd? Nou, u heeft toch wel alle krantenberichten over het ROC Zalkien gelezen. En over het bijna financiële wanbeheer wat ze gepleegd hebben. Ik heb wel iets gehoord, maar ik weet er natuurlijk het fijne niet van. Maar kunt u daar iets over? Ik weet ook het fijne niet. Nee. Ik bedoel, ik heb geen contact meer met de school. Alleen via de vereniging van oud-medewerkers. Maar ik lees kranten, ik kijk televisie. En als ik dan de dingen zie die er gebeurd zijn in de afgelopen 8-9 jaar. Ja, dat is werkelijk een schande. Oké. Dat is het overigens niet alleen mijn mening hoor. Maar dat geldt voor het overgrote deel van de oud-medewerkers. Oké. En wat is er dan echt, wat raakt u dan het meest wat er echt is veranderd? Hoe heeft u het dan achtergelaten en hoe is het dan nu? Nou, wat mij het meest raakt is het feit dat het onderwijs klaarblijkelijk zijn primaire opdracht, dat is kennisoverdracht, leerlingen, deelnemers, of hoe je ze ook noemen wilt, een
veilig en goede school bieden. En niet een speeltje voor de heren en dames, algemeen bestuur, om gebouwen te kopen en aanverwante artikelen te gaan regelen. Nee, ze zijn hun primaire opdracht vergeten. Kennisoverdracht. Bent u aan het genieten nu van uw pensioen? Ja, vanaf de eerste dag. Ja, lekker niks doen. Huh? Ja. Men zegt dan achter de geranium zitten, maar dat gevoel heb ik niet. Nee, we hebben ruim voldoende bezigheden om onze tijd zinnig door te brengen. En waar brengt u uw tijd dan zinnig door? Ik hoor een vrouw lachen op de achtergrond. Nou, we zijn in het gelukkige bezit van een huisje in Oudorp en daar vertoeven we de zomers. En in de winters, waar zoekt u vertier uw zinnigheidsgevoel dan? Veel boodschappen doen. Nee, gewoon de normale dingen. Nou, hartstikke bedankt. Jij ook, graag gedaan. Voor je bezoek en lekkere koffie. Veel succes met jullie project. Dank u wel. Oké. Okay. Hey, bedankt. Nogmaals. Succes. Tot ziens. Bedankt. Dag. We gaan nu kijken naar een terugblik op Noord aan de Rotte. Natuurlijk moeten mensen dromen hebben en vooral proberen om die dromen uit te laten komen. Maar soms gaat het wel erg ver. Dit is een boekje. Dit gaat over een project dat was ongeveer 10 jaar geleden was dat hier in Noord. Van Noord aan de Rotte. En daar was een soort droom van hoe het in 2010 zou zijn. Dus een paar jaar geleden. Hoe ziet het Noord aan de Rotte gebied er in de toekomst uit? Hoe ziet het eruit in 2010? Stel, we stappen in een tijdmachine en we zetten de klok op 2010. Zo dachten ze toen. Nou, dan ga ik even vertellen hoe ze toen dachten dat het zou worden. En ik zal er ook nog bij vertellen, het heeft 28 miljoen euro gekost. Er klinken stemmen op het Noordplein van kinderen die tussen de kramen van de tweedehands boekenmarkt aan het spelen zijn. Elders klinkt het geluid van het klaterende water van de Marokkaanse fontein. De terrassen aan het Zonneplein bij het Vestzaktheater worden door obers in lange schoten in orde gemaakt om de klanten te ontvangen. Die na een middagje recreatief winkelen in het winkelkwartier straks zullen neerstrijken. Langs de Rotte. De watertaxi meert af en er wordt de oude man de kade opgeholpen. De kroosboot blaast op de fluit om aan te kondigen dat hij gaat vertrekken. Sinds de Zaagmolenbrug weer open kan, maar hij kan alleen maar dicht hoor, is het watertoerisme enorm toegenomen. De bootjes liggen in de schaduw van de bomen langs de Rotte afgemeerd. Bij de waterfietsen staan mensen in de rij om het centrum van Rotterdam vanaf het water te kunnen bekijken. Het Noordplein is al sinds jaren een ontmoetingsplaats van jong en oud. Samen met de waterrecreatie van het Rottekwartier trekt het plein in de zomer met zijn verscheidenheid aan culturele activiteiten veel publiek. Het is een ontmoetingsplaats met vele kleuren. Nou, en zo gaat het dan bladzijdes lang door. En eigenlijk, zou je, als je het zo ziet, is er niks van terechtgekomen. Ik denk dat de fontein ook een voorbeeld is. 12 jaar geleden werd hij door de Marokkaanse gemeenschap aan Noord aangeboden. Willem-Alexander is hier nog langs geweest om te kijken naar deze fontein. Wij van Siniak Noord hebben ruzie gekregen met TV Rijnmond. Omdat de voorlichter van de deelgemeente toen, Frits Borgers, die had het wel getipt aan TV Rijnmond en niet aan ons. Daarna heeft hij dat gelukkig nooit meer gedaan. Nou, we zullen beelden laten zien vanuit 2003. Want dan hebben we natuurlijk ook al dit soort dingen lopen filmen. En er is een soort compilatie gemaakt in 2003 over hoe het allemaal was en hoe het allemaal zou gaan worden. De Teilingerstraat, dat is met Europees geld opgeknapt. Maar iets verder op de Burgemeester Roosstraat, de Zwaanshals, de Zaagmolenkade die opgeknapt wordt. Dus dat is heel goed zichtbaar. Dat is eigenlijk een soort investering in hele concrete dingen. Dat is heel concreet, gewoon straatstenen. We willen proberen weer een openbare ruimte zo mooi te maken dat mensen zeggen, nou, het is hier leuk om te wonen. Want dat is eigenlijk het achterliggende idee van dat Europese Urban 2 programma. Dat die wijken weer leefbaar worden. Noord aan de Rotte zorgde er de afgelopen jaren voor dat er 34 projecten met Europese subsidie talloze activiteiten konden uitvoeren voor bewoners en ondernemers. Straten en pleinen werden verbeterd, gevels van huizen werden opgeknapt en grote oude gebouwen werden omgebouwd tot plekken voor ondernemers. En dan denkt hij bij zijn eigen, het is een buurt waar veel aan schort.
Maar toch hoop ik dat mijn wijkie nooit het nieuwe Noorden wordt. Het zijn barre tijden in wijkgebouw Het Klooster in de Ruivenstraat in het Oude Noorden. Al wekenlang is er een strijd gaande tussen de leiding van het wijkcentrum, aangevoerd door Mustafa Javel, bijgenaamd de filosoof, en een grote groep, vooral Marokkaanse jongeren. Als een jongere zich heeft misdragen, mag hij niet meer in het klooster komen. Nadat er pasjes zijn ingevoerd, houdt een grote groep jongeren zich vooral bezig met het ingooien van ruiten, het stichten van brandjes en het wegbikken van tegels. Deze stad, daar hecht ik aan. Dit is mijn stad. Hier kom ik vandaan. Dit is mijn stad. In deze stad staat mijn huis. Dit is mijn stad. Hier ben ik thuis. Versterking van de sociaal-culturele identiteit is in de drie gemeenten een belangrijk thema. Rotterdam, met zijn uitgebreide traditie in de stadsvernieuwing, slaat in deze ook nieuwe wegen in. Voor Noord aan de Rotte worden integrale plannen ontwikkeld voor wonen, bedrijvigheid en een groene woonomgeving. Ja, daar zien we het van. Oh, geweldig. De betrokkenheid van de bewoners hierbij wordt op een bijzondere wijze gestimuleerd. In de wijk is Siniak Noord actief, een onafhankelijke wijk-tv. Talloze vrijwilligers zijn permanent op pad om de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in de buurt op video vast te leggen. En in de korte tijd van het bestaan werden meer dan 500 korte en lange reportages gemaakt over de wijk. Welkom. Mevrouw Verdonk, we gaan nu naar de werkplaats voor Marokkaanse vrouwen. Ik ben heel erg voorstander van dat projecten, initiatieven die resultaat hebben, dat die ook gefinancierd blijven worden. Dat kan door de gemeente, dat kan ook door het Rijk. We moeten ook niet doen alsof er helemaal geen geld meer is. Inburgering is nog steeds heel erg belangrijk en ik juich dit soort initiatieven toe. De kracht die wij in ieder geval ontdekt hebben is de kracht van de creativiteit. Mensen komen hier eigenlijk. Ja, alle soorten mensen. Ik ben het hier gewend met deze mensen hier. Ze zijn aardig mensen, gewoon multicultureel mensen. En ja, integratie, hè. Want dit is Rotterdam, oude Noorden, oud verhaal, nieuw geboren. Nooit kan je wat van leren. En volgende week wilden we het graag met u hebben over de Hofpleinlijn. Plannen uit 2003, toen waren er allemaal mensen naar New York geweest om te gaan kijken hoe daar zo'n Hofpleinlijn veranderd werd in een groene oase. En nu moet u eens gaan kijken hoe het nu is. Dit was het weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. We hopen dat u deze uitzending gewoon op de tv heeft kunnen zien natuurlijk. U kunt in ieder geval de uitzending terugzien op www.siniaknoord.tv of via Facebook, Twitter en YouTube. Heeft u nou zelf een leuk filmpje dat u wil uploaden? Dan kan dat via www.rotterdamnoord.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.